jongen, het was toch een gladde piste, moet ik zeggen. En je moest aardig doorrijden. Soms zei je even in de stof van een ander. En dan door het water besloeg je met de bril naad en dan stof erop. Dus je moest donders opletten met verder komen. Maar het was een mooie proef. Veel snelheid, hoge snelheid. Maar net wat jullie al zeiden, kopje erbij houden. En nou goed, ik denk dat ik redelijk heb gereden. En ik ben erg tevreden, ja. Nou, helemaal donders opletten. Moet jij even donders op mij letten? Ik heb namelijk wat voor jou. Want vandaag wordt uitgereikt aan Daniel Willemsen de Hans de Beauvoir-beker. Ik had niet gedacht dat ik die ooit nog een keer zou winnen. Dat meen ik. KNW, super bedankt. Alle mensen, toppie. Super. Daar nee, ben ik echt heel blij mee. Dit is een hele bijzondere onderscheiding. Ja, daar ben ik echt blij mee. Nou, gefeliciteerd maar. Ook namens ons. Top. Daniel Willemsen is bezig aan een solide Dakar-debuut en hij denkt aan zijn nachtrust. Laat zich niet gek maken. Daniel, heb jij niet die hele grote vrachtwagen zien staan met al die mensen die banden omleggen voor jullie? Ik ga daar lekker slapen en ik denk voordat je daar moet wachten, denk dat toch een 2,5 uur wachttijd zit bij oma's. Dan denk ik, doe hem gewoon eventjes zelf en dan is het klaar. Hoe is het met je uitlaat? Het is nu weer plat. Ja, gisteren op de proef, de uitlaat echt helemaal plat gereden. En gisteravond hadden we geen assistentie, dus we moesten de motor repareren met wat we bij ons hadden. En een steen en een stukje ijzer gevonden en proberen erin te slaan, dat die uitlaat een klein beetje weer open ging. En dat is redelijk gelukt. De monteur was niet echt blij met mijn actie, maar ja, hij moest. Hij vindt het wel een leuke rally, maar een cursus navigeren zou absoluut geen overbodige luxe zijn. Ik heb de hele dag weer achter mijn voorganger aangereden en ik weet echt niet waar ik heen moet rijden op een dag. Daniel Willemsen was behoorlijk gevallen en had nog even tijd nodig om te herstellen. Daniel, je zegt gisteren tegen mij, ik zie je in Nema, alleen dat had je iets anders voorgesteld, denk ik. Oh ja, het was best wel een beetje een KUT-dag, zeg maar. Ik ben een keer gevallen. En je bent zeg maar dat kleine hoekje tegengekomen. Een hoekje, voor mij lag er een verschrikkelijk grote kei. Voor de rest weet ik het niet meer. Nou, je bent hier, de motor ziet er niet uit alsof het echt onherstelbaar beschadigd is. Goeienacht slapen. Ik ken je morgen weer vol gas. Ik weet niet of je vol gas moet gaan, ik zou gewoon even het rondje rijden. Nog een rondje? Een rondje nemen. We komen hier weer terug morgen, aan. Rondje om het dorp heen. Ja, groot dorp hoor, het is 300 kilometer. Nee, morgen, ik weet helemaal niet waar we heen moeten. Echt niet. Dat had je gisteren ook trouwens hoor. Ik heb de hele dag weer achter mijn voorganger aangereden. En ik weet echt niet waar ik heen moet rijden op een dag. Echt waar, ik kan helemaal niet navigeren. Daniel Willemsen, die vast nog wel een keertje mee gaat doen aan deze monsterrally. Ik ga nooit weer. Ik ga echt nooit weer. Op veler verzoek de altijd vrolijke Daniel Willemsen en zijn toekomstplannen. Weet jij hoeveel mensen dat gezegd hebben? Van ik ga nooit weer en gewoon ieder jaar aan de start staan. Ik weet het zeker, ik ga gewoon echt nooit weer. Waarom dan niet? Oh, vandaag was mijn maat 360 kilometer. Maar ik heb gewoon 360 kilometer in de tunnel gereden. Het is echt wel afzien. Hij het dak gehaald en hij het knap gedaan. In de tunnel gereden, ben je verkeerd gereden. Ik heb geen tunnel gezien hier. Nee, maar ik was gisteren gevallen. En maar het was een beetje duizelig en vandaag ging het wel beter, maar het was toch nog een lange dag. Ik ga dat toch weer aan je vragen als we dadelijk in Dakar zijn. Want als jij het haalt, dan denk ik dat jij gewoon volgend jaar weer gaat. Nee, ik ga gewoon echt nooit weer. Oké, Daniel, je hebt heel even tijd gehad om na te denken. Maar weet je het heel zeker? Ik ga echt nooit weer. Je snapt het niet, hè? Hallo? Hallo, Alex? Hier met Daniel.
Ik ga echt nooit meer. Ui. Dakar-debutant Daniel Willemsen. Hij heeft het zwaar. Maar wat gaat hij volgend jaar anders doen in de voorbereiding? Hoezo volgend jaar? Ik ga echt nooit weer. Ook vandaag is Daniel Willemsen uiteraard weer vrolijk. Vandaag was navigeren en het is Daniel's sterke punt. Ik vond het een geweldige dag. Ik werd vanmorgen wakker en ik denk, nou, dit is echt mijn dag. Ik was aan het rijden en ik denk, hier moet ik rechtsaf. Ik ben rechtsaf gegaan, ik ben die pijl van de navigatie achteraan gegaan. En van Rempel, ik ben een kloof ingereden. En ik kwam er nooit niet meer uit. Maar ik was een stukje daarvoor was ik langs een stel mannen gereden. Die zaten te vissen aan een of ander meertje. Ik ben er naartoe gerend. En die hebben mij geholpen die moord uit die kloof te beuren. Nou, echt waar, het is ongelooflijk. En ik heb al het eer wat ik had, heb ik aan die mannen gegeven. En de rest van de dag heb ik gewoon weer achter een ander aangereden. Ik ga niet meer alleen op pad. Dus dat, jij hebt nooit met de padvinders gezeten, hè, vroeger? Nee. De navigeren, dat gaat nog niet echt goed. Maar ik dacht, vandaag is mijn dag, maar... Nou, niet helemaal. Je begreep het niet, hè? Ik doe het nooit weer. Dat zei Daniel Willemsen eerder deze week. Maar toen ik hem gisteren vroeg of hij volgend jaar weer naar Dakar zou gaan, zei hij het volgende. Wil je niet wel gaan doen, hoor? Zien we Daniel Willemsen nu wel of niet meer terug? Ja, ik ben achter de middenmotor gestart volgens mij. Is 50ste, ik weet het niet helemaal zeker. Dus het was lastig naar voren rijden in de stof. Maar elke keer had er eentje had ingehaald op die zandweg. Dan reed ik een heel stuk met de voet aan de grond, dat we een flink stof maakten, dan kwamen ze mij niet meer voorbij. En dan reed ze ook in de volgende toer. Nou, fantastisch. Ja, een mooie dag gehad. Mooi, hè? Het wordt van Mauritanië, Mali, Senegal, het wordt steeds mooier. En volgend jaar kun je er helemaal van genieten. Ja, nou, ik moet wel zeggen, vandaag was wel een hele mooie dag. Ik heb iets betere zin dan eergisteren, dat klopt. Maar ik weet niet wat we gaan doen, hoor. Twijfel? Nou is wel mooi. Hè. Mali en Senegal zijn echt wel een mooiere stages hebben we hier gehad. Maar Marokko en Mauritanië, daar had ik helemaal de pest aan. Dus, maar nou heb ik goede zin. Eigenlijk heb ik voor jou maar één vraag. Wat is de vraag? Wat denk jij? Of ik het leuk vond? Nee. Gaan we volgend jaar weer? Allah, je snapt het echt niet, hè? Ik ben heel duidelijk tegen geweest. Ik heb gezegd, ik ga echt nooit weer. Maar dit is wel mooi. Ik heb nog een paar maanden erover na te denken.